Ja, nou ja, het is een hele mooie club. Het is, en wat voor mij heel speciaal maakt, is natuurlijk dat het gewoon in de wijk is waar ik ben geboren en getogen. Dus dat maakt hem extra speciaal. Dus ik ben zeker blij met Sparta, ja. Ja, ik kijk nog steeds die beelden wel eens terug, hoor. En ook laatst bij een programma kreeg ik oude beelden te zien van Sparta. Ja, dan zie je gewoon een jongen die super gretig was en die echt graag wilde. Dus ja, en dan met mijn creativiteit kon ik dat heel goed gebruiken bij de elftal waar ik toen zat. En inderdaad, ik heb wel wat mooie goals en assists gegeven. Maar als je de naam van Marc-Jan Verderen zegt, dan krijg je rillingen over je rug, denk ik, hè? Hoe weet je dat? Promotie. Net niet. Nee, ik heb hem toen nog als voetballer gehad, hè. En heb ik ook met hem over gehad, maar die heeft echt... Hij heeft me eigenlijk een klap voor mijn gezicht gegeven die dag, ja. Voelt het wel als een gemis dat je niet bij Sparta in de Eredivisie gezeten hebt? Ja, tuurlijk. Mooi verhaal vind ik niet. Zuur verhaal, want ik wilde wel op een gegeven moment terug naar Sparta. Dat was toen ik van Qatar terugkwam. Heb ik contact gehad met, via mijn manager om contact met Sparta op te nemen om te vragen of ik mee mocht trainen. Natuurlijk ergens met de hoop dat je het goed zou doen, dat je een contract zou binnenslepen. Alleen dat vond ik wel heel apart. Die jongen die heel zijn leven in de jeugd, of tenminste heel zijn jeugd bij Sparta heeft gespeeld. Die twee keer Sparta heeft laten verdienen. Eén keer met mijn transfer naar Heracles. En daarna van Heracles naar AZ met mijn transfer. En als ik daar niet mag meetrainen. Dat heeft me wel heel erg pijn gedaan. En daar heb ik ook eerlijk gezegd over gehad met Kevin Valkenburg. En die heeft ook gezegd van kijk, het is niet de club. Hè. Het zijn de mensen die op dat moment werken. En die zijn toevallig nu allebei weg. Dat was Henk Vreese was als hoofdtrainer daar. En Henk van Steen. En dat waren de twee die niet wilden dat ik meetrainde. En dat deed me wel heel erg pijn. Want normaal gesproken zie je gewoon dat oudspelers altijd terug kunnen vallen. Als het gaat om conditie op peil houden. En dat vond ik wel heel apart. Maar ik ben misschien toch wel het meeste trots, eerlijk gezegd, dat ik mijn draai weer na lange tijd heb gevonden. Want ik heb daar wel heel lang mee gestrokkeld. Soms zelfs aan mezelf getwijfeld van, kan ik het niet meer of weet je. En uiteindelijk merk ik gewoon dat als ik me lekker voel bij een club en wij zien elkaar hier echt als familie. En dat maakt het heel speciaal. Dan merk ik dat ik daardoor me beter voel en ook meer kan laten zien. En ik denk dat ik daar nu op dit moment er trots op ben.